Hallo kijkers van Liepte, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Open Architect. Vorige week ben ik hier gebleven en we zijn nu bezig, of gaan nog bezig, met de nieuwe gebied van de celblokken. Ja, dat is dus voor aflevering best wel goed gegaan. Veel inkomsten gekregen, dus dat gaat allemaal helemaal positief. Ik zit alleen nog een beetje te wachten op de man van de dode cel. Maar dat zal wel een keertje goed moeten komen. Ik zit dus zelf ook nog een beetje over te twijfelen om misschien ergens anders nog een douche neer te zetten, vanwege dat het gewoon vanaf hier gewoon dit gedeelte naar hier echt gewoon een behoorlijke afstand is. Dus ik wil misschien hierboven nog een douche gaan maken, deze aflevering of de volgende. Dat ligt er even aan hoeveel tijd ik heb. En misschien nog ergens een andere kantine, misschien gewoon echt voor de maximale veiligheid gewoon hier ergens. Als ik dan dit gebied kan uitbreiden, en dat is, hoeveel kost dat? Hallo? Hoeveel? 67.000, oké. Nou ja, in ieder geval, ik ga dus de clone tool gebruiken om dit allemaal een beetje te klonen natuurlijk. Zal dat ook wel goed moeten komen. Nee. Hier moet geen cel. Jezus. Doe ik het nou al fout? Wauw. Oké, de kamers die mogen dus hier ook wel weg. Oké, dan moet ik even goed kijken. Oké, dan doen we het gewoon vast van deze. Oké, dan doen we het gewoon bij 3. Dat gaat toch behoorlijk wat kosten, zo te zien. Ja, maakt op zich niet uit. Onvoldoende geld, net voor het laatste stukje. Prachtig dit. Volgens mij moet het in principe wel goed komen. Dus gewoon eventjes nog 2 uurtjes wachten of zo. Ja. Want de cashflow is ook behoorlijk hoog. En dat is wel top. Dan kom ik als 780 gevangen. Geen idee. Ik zou het ook niet willen weten. Oké. Oh ja, dan moeten we deze waterleiding natuurlijk ook weer een beetje gaan aansluiten. Ik denk dat ik hem tot hier doe. $840 voor een grote leiding, sowieso. Doe maar duur. Zo, hoppakee. Het gaat in ieder geval wel lekker. Dat is wel fijn om te zien. Ik ga dan in de tussentijd, wanneer ik toch aan het wachten ben, ga ik gewoon hier alvast een beetje zo'n blauwdruk maken voor de nieuwe douche. Ik weet niet precies hoe ik het ga doen, maar ik denk dat het best is om gewoon al die gangen een beetje aan zo'n gangenstelsel te connecten, te koppelen, I don't know, en dat ze dan in 1 ruimte weer uitkomen. Dat zal misschien wel handig zijn.
Dat we dan bijvoorbeeld gewoon hier dus een deur maken. Met dan ongeveer zo'n ruimte van 37 bij 16. Zie je de deur? Zit ook een beetje in de midden. Dus dat lijkt me nog wel eens een goede douche voor dit gebied. Want we hebben de meeste medium beveiligde gevangenen. Dus op zich is dat wel heel logisch. Maar dan wil ik niet alleen daar een deur, dan wil ik... Nou, eigenlijk moet het gewoon een beetje open houden. Niet dat ze dan in één deur moeten gepropt worden. Dus gewoon drie van die ingangen. Nou ja, kan ik beter gewoon zo doen. Zodat ze wel een beetje lekker in gaan lopen. Dus dat lijkt me wel een verstandig idee. Maar ja, het is nu even... sparen. Dus ja, dat. Oké. Nou ja, we zijn nu nog steeds bezig met het. Oh, we moeten net wat gerepareerd worden. Nou, we zijn nu in ieder geval nog bezig met al het geld verzamelen en dat soort dingen. Dus ik ga in ieder geval deze waterleiding alvast een beetje aanleggen. Dus kan ik ook wel een beetje hier nog wel tot aanleggen. Hoppakee, en dan hier. Kom in ieder geval wel heel eind. Als het goed is, moet nu alles aangesloten worden. Op het moment. Toch voor de zekerheid ga ik hier ook vast even de waterleiding aanleggen. Lekker alles een beetje. Uitgeven wat we allemaal weer hebben. Nou ja, moet wel goed komen, denk ik. Money, money. Oké, zo te zien moet ik ook nog een aantal van die waakhonden innemen. Is misschien nog wel een handig idee om dat deze aflevering nog even te doen. Zo, hoppakee. Nu zullen het wel genoeg moeten zijn, denk ik, toch? Ja, makkelijk. Ik weet eigenlijk niet of we deze aflevering deze krijgen. Misschien wel, want we zijn natuurlijk nog bezig met die cellen, maar... Je weet maar niet.
Daarom maak ik er alvast wat extra bij. Ik denk als wel dat het wel genoeg is om de 500 gevangenen te halen. Dat zal haast wel moeten. Maar ik denk dat dit dan ook wel groot genoeg is voor alle maximale beveiligde gevangenen. Want ik weet ook niet precies hoeveel we hebben, maar dit leek me wel zat. Wacht, dat breekt weer uit. Zo, hoppakee, hier ook nog eentje overal. Oh. Hoppakee. Ze zijn er ook overal mee bezig, die kleine bouwmannetjes. Ja, even zien. Nog überhaupt wat kan maken. Als enkel bewakers is een nieuwe radiobolist. Ja, oké, we krijgen al die cellen wel. Dan kunnen we daarna gewoon gelijk even kijken of we toevallig genoeg hebben om overal de cellen neer te zetten. Ik denk het niet, maar hey, we hebben nooit. Hoi, Cam. Nou, dat was het ook wel een beetje.
Ja, er is er al eentje verborgen, man. Wat is dan precies in nood? Geen idee. Ik zit dan met eigenlijk die programma van dat schoolding. Volgens mij doen ze dat nog wel steeds. Oei. Nog net niet genoeg. Waarom duurt het altijd zo lang met dat geld? Oké. Maar ik ga nu deze aflevering afzetten. Volgende aflevering ga ik dus verder met het neerplaatsen van alle cellen. Dus ik hoop dat ik het leuk vond. Geef een like op het kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.